Annie's moestuin. Op deze paaszaterdag. Ja, lekker een lang weekend voor de boeg. Dus nou, misschien wat meer werken in de moestuin als je daar zin in hebt en tijd voor hebt. Nou, het wordt in ieder geval prachtig weer, dus ja, ik zou ervan profiteren. Ja, wat gaan we vandaag doen? Nou, je ziet het. Ik heb mijn groenbemester er net afgeknipt. En dit was die veverol, die veldboon. En je kan je goed laten zien dat dit dus familie van de tuinboon is. Kijk, ze hebben dezelfde bloemen, hetzelfde blad. Maar de functie is anders. Want ja, groenbemesters, het woord zegt het al, is om je grond op een natuurlijke manier te bemesten. Nou, hier heb ik het er allemaal afgeknipt met de heggeschaar. Ik laat het voorlopig ook nog even liggen. Maar de wortels, die laat ik in de grond. Want de functie van deze groenbemester is juist om ontzettend veel stikstof. Ze kunnen, hè, deze planten kunnen, net zoals tuinbonen, stikstof uit de lucht halen. En dat via die knolletjes aan hun wortels achterlaten in de grond als stikstof. En stikstof, ja, dat is een van de allerbelangrijkste bestanddelen om je planten te laten groeien. En op deze plek, ja, komen sowieso wel tomaten, misschien nog wat andere fruitgroenten. Maar goed, ik laat het voorlopig even zo liggen. Hier afgeknipt en wel. En dan kan het indrogen. En dan ga ik het daarna malen. En dan is het blad en die stelen, die ga ik dan gebruiken als mulch. Om de grond niet uit te laten drogen. En dat is ook de reden waarom ik het nu laat liggen. Zo droogt de grond niet uit. Want wij krijgen hier een prachtig weekend. Met nou ver boven de 20 graden. En de rest van de week geloof ik ook. Dus het wordt warm. Dus dan moet je je grond niet uit laten drogen. Nou, wat gaan we vandaag nog meer doen? Oh ja, de wormenmest. Ik heb mijn eerste bak met wormenmest al geoogst. En ik ga jullie laten zien hoe ik dat heb gedaan. Nou, het is me echt, ik was echt verbaasd hoe mooi die compost is geworden. Maar dat ga ik je allemaal laten zien straks. Nou, dan loop ik nog even met je mee langs een paar andere vakken hier. Want er is al wat boven de grond aan het komen in de moestuin. Ja, loop maar mee. Ik sta hier bij mijn tuinbonen en hier heb ik ook gemulcht. Maar vooral met het afgemaaide gras. Ja, mijn man is begonnen natuurlijk met grasmaaien en heeft gelukkig zo'n hele grote bak erachter. Dus dat schiet lekker op. En ja, het heeft hier afgelopen week 2 dagen mooi geregend. We hadden wel hoge temperaturen, dat is eigenlijk heel groeizaam, die regen dan. Maar ja, ik denk, nou, die grond is mooi nat. Dus mooi dat afgemaaide gras erover, tussen mijn tuinbonen. Ja, en dan blijft die grond ook lekker vochtig. Want dat is belangrijk, want ja, zonder water gaan de planten niet groeien. En ik probeer zo lang mogelijk mijn sproeisysteem niet te gebruiken. Maar goed, als het echt nodig is, dan gaat die aan. Ja, en dan liep ik net hier langs mijn goudsbloemen. Nou, zijn die niet prachtig? Die hebben de winter gewoon overleefd. Dat betekent dus dat je goudsbloemen in feite ook voor de winter al buiten kan zaaien. En ze overleven dus de winter. Dat is ze. Dat wist ik niet, maar ik weet het nu wel. En jullie ook. Ja, en hier is het aardappelveldje. En ik zag, en hier ligt natuurlijk ook afgemaaid gras overheen als mulch. Dat heb ik je al eerder verteld. En wat zie ik door de mulch heen? Komen de eerste aardappels boven de grond. Nou, dat is geweldig. Ik denk dat het iets meer dan 3 weken geleden is dat ik ze heb gepoot. Dus als jij dat ook hebt gedaan, nou, dan moet je gaan opletten of ze boven de grond komen. Nou ja, verder doen de aardbeien. Die staan overal, ik heb ze overal een beetje neergezet, staan volop in bloei. De tuinbonen die ik voor de winter heb gezaaid, ja, die staan ook volop in bloei. En worden al flink door de hommels bezocht. Ja, gaat hartstikke goed. Maar ja, de rest van de vakken is nog leeg. En hier staat ook nog veverol. En daar staat nog veverol. En daar staat nog veverol. Dan moet ik er allemaal nog afknippen. Dat ga ik dit komend weekend doen. Want ja, de vakken moeten voorbereid worden voor al het zaaigoed wat nog in de kast staat. En het staat er bommetje vol. Ik ga je even meenemen en dan zul je zien wat er allemaal staat. Kan bijna me niet keren.
Maar voordat we de kas ingaan, moet ik eigenlijk nog iets bespreken wat ik nog niet zo vaak gedaan heb. En dat is namelijk als je zaaigoed in je warme kas hebt of thuis op de vensterbank en je wilt dat gaan uitplanten in je tuin, dan moet je ze eigenlijk laten wennen aan de buitentemperatuur. Want in de kas is alles lekker warm en bij jou thuis in de vensterbank of waar je ze dan ook binnen hebt staan, daar is het ook lekker warm en dan zijn de plantjes nog niet zo sterk. En om ze sterker te laten maken en te wennen aan de buitentemperatuur, dan moet je ze overdag buiten zetten. Dat heet afharden. En dat is ontzettend belangrijk voor je zaaigoed. Ik weet niet of je nog kan herinneren dat ik vorige week zei, goh, wat zijn mijn bloemkoolplantjes en mijn broccoliplantjes mooi stevig. Nou, dat zijn ze geworden. Dat waren ze niet toen ze nog in de kast stonden. Maar ik heb ze een weekje elke dag buiten gezet. 'S Avonds weer binnen als het heel koud was. Als de nachttemperaturen meevielen, liet ik ze ook wel buiten in de potje staan. Maar daar worden ze sterk en krachtig van. Dat afharden, dat ben ik nu ook aan het doen met de rode kool. Die staat sinds een paar dagen overdag buiten. Nou, ik vind ze nog een beetje te klein om uit te planten. Van mij mogen ze nog wel ietsjes groter worden, alhoewel ze niet zo heel sterk groeien. Maar ze worden al wat steviger. Ze waren een beetje slap en ik voel al dat het wat stevigere plantjes worden. Nou, dat heb ik ook gedaan met de bindsla. Nou, die is al bijna zo ver dat ik die buiten kan gaan uitplanten. Ja, die is mooi. Dat zijn mooie, stevige planten. Ja, en er is ook een slak op bezoek geweest. Kijk maar, die is eraf. Nou ja, ik heb er altijd te veel, dus dat maakt niet uit. En en deze sla, daar ben ik nu net mee begonnen. Die staat pas één dagje buiten. Die mag nog wel wat groter worden. Maar 's avonds dan zet ik ze toch weer binnen. En overdag, met het mooie weer, zet ik ze buiten. En ze krijgen lekker ook nog een beetje de schaduw van deze boom. Dus dat is perfect. Ik moet alleen hier inderdaad opletten op deze rand. Daar willen nog wel eens slakken zitten. Nou, dan gaan we nu naar de overvolle kas. Nou ja, jullie zien het, hè. Het staat hier inderdaad helemaal vol. Ik heb hier al een extra rek neergezet. Ik denk dat er nog wel zo'n rek neergezet moet worden. Nou, er staat hier nog alles vol. En hier staat alles vol. Twee lagen, drie lagen. Daar beneden staat ook nog wat. Het lijkt me of het elk jaar meer wordt. Beetje te gek eigenlijk, maar goed. Ja, en dan moet ik ook nog gaan verspenen, want de bietjes moeten nog verspeend worden en de knolselderij moet nog verspeend worden. Maar zoals gezegd, dat afharden, dan gaat zo langzamerhand ook het een en ander naar buiten en dan de tuin in. Dus ik denk dat ik het allemaal net kan regelen. Ik wilde jullie nog even iets laten zien, want weten jullie nog dat nummersysteem waar ik heel veel reacties op heb gekregen, dankzij Anton, die mij die tip heeft gegeven. Maar iemand zei, ja, ik heb allemaal zwarte potjes, dus hoe doe ik dat dan? Nou, kijk, toen kreeg ik weer een tip van iemand anders, die zei, je moet gewoon schilderstape erop plakken en dan het nummertje erop schrijven. Nou, vond ik ook weer echt briljant. Heb ik meteen toegepast op al mijn zwarte potjes. Hier, dit zijn ook zwarte potjes. Kijk, daar staat nummer 19 op en dat is Sweet Million. Dus dat is ook weer een slimme tip van een kijker. Nou, wat ik al zei. Oh jongens, de spinazie is opgekomen. Ik zal het even laten zien. Niet super. Dus ik weet bijna zeker dat zaad, dat is gewoon te oud. Maar goed, ze komen nog steeds boven de grond. Dus misschien heb ik net genoeg spinazie om nog in het voorjaar de voorjaarsspinazie te eten. Ja, en dan moeten we het nu natuurlijk over het oogsten van de wormenmest hebben. Nou, dit is mijn zak. Inies wormenmest. Ja, dit is de wormenmest die ik heb geoogst van de week. Eén bak. En dit is het fijne spul. Kijk, hoe mooi. Prachtig, hè? En ik heb ook nog een bak met wat grove materiaal en achtergebleven materiaal uit de zeef. Want als je gaat zeven en de grond is eigenlijk een beetje te nat, wat hier eigenlijk wel was, dan krijg je van dit soort balletjes. Maar dat is ook wormenmest. En dit kan gewoon, hup, in de moestuin gemikt worden. Dus dat ga ik dan doen. Dus dit is die zak en die bak. Maar goed, hoe heb ik het gedaan? Nou, er was iemand die had mij een methode uitgelegd.
dat als je die wormenmest in een bak zou doen, op een zwarte bak zou zetten, met daaronder ook een laag wormenmest. En ik had daar ook wormenvoer nog doorgedaan. En als je dan daar dan die zeef op zou zetten, dan zouden die wormen, omdat het licht is hier, ik heb het in de kast gedaan, zouden die vanzelf door die zeef naar beneden vallen op die grond met die wormenmest waar ook wormenvoer doorheen zat. Nou, ik heb dat gedaan en inderdaad, dat ging zo. En ik was daar best niet verbaasd over, maar goed, het ging ook niet heel erg snel. Dus toen dacht ik, nou ja, nee, dat is toch niet mijn methode, want dat duurt me allemaal veel te lang. Dus ik ga toch maar zeven. Maar toen heb ik die bak waar die wormen al ingevallen waren, die heb ik apart gezet. Want ik was vergeten om een hele nieuwe startbak te maken, waar ze dan meteen in konden, zodat ze weer 4 maanden aan de slag konden gaan. Dat is een beetje suf. Want dat had ik natuurlijk wel moeten doen. Dus ik moest ze nu in een tijdelijke bak gaan bewaren. Zodat ze daar een weekje in kunnen zitten. Want ik heb alweer een nieuwe bak gemaakt. Maar die moet even een week aangemaakt worden voordat die wormen er weer in kunnen. Dus die bak waar ze dus in vielen, die heb ik apart gezet. En toen ben ik toch maar met de zeef op de kruiwagen in 2 stadia gaan zeven. Eerst met een grove zeef gezeefd. En ja, toen vielen de wormen er ook wel doorheen en ze bleven ook in de zeef zitten. Maar ik heb ze dus weer in hun tijdelijke bak gedaan, zodat ze daar een weekje kunnen overleven. Dat gaat best lukken. En daarna heb ik het in de fijne zeef gedaan. Nou, prima. En toen kreeg ik dus dat mooie spul in die zak. Nou, ik vond het wel geweldig, maar ik vond het ook best wel een beetje, ja, ik had het nog nooit gedaan. En spannend vond ik het. Maar wat blijkt, nu zitten er dus in die wormenmest, in die zak, ook heel veel eitjes en hele kleine wormpjes. En toen dacht ik, ja, dat vind ik nou ook wel jammer dat die kleine wormpjes daar nog zitten. Want als ik dat straks ga uitstrooien over de tuin of ga mengen om mijn eigen potgrond te maken, ja, dan ben ik die wormpjes kwijt. En eigenlijk wil ik die ook op laten groeien tot grote, dikke wormen, dat ze weer wormenmest kunnen gaan maken, zodat ik niet 2 bakken... kan gaan in de kelder zetten, maar misschien wel 4 en misschien wel 6. Maar toen dacht ik, ja, hoe krijg ik die kleintjes er nou uit? Nou, toen heb ik wel Frank Wassen even gebeld om te vragen hoe ik dat zou moeten doen. Nou, dan moet ik dus een bak maken, ongeveer 20 centimeter, en zeg maar die wormencompost daarin doen. Daarop moet ik weer een emmer doen met gaatjes of een zeef. En daar voedsel in, dus een goede basisgrond met blad, met GFT, met wormenvoedsel. Zeg maar voedsel, zodat die kleintjes allemaal weer naar boven komen. En in dat GFT of in dat voedselbed daar naartoe kruipen. Nou, hoe dat precies gaat doen, dat weet ik nog niet. Misschien laat ik dat volgende week dan wel zien. Nou jongens, dat is het een beetje voor deze week. Ja, ik heb nog genoeg te doen, want er moet nog veel verspeend worden. Ik kan de sla gaan uitplanten. Dat kunnen jullie natuurlijk ook gaan doen. Je kan ook volop zaaien nu buiten. Nachtvorst, ik denk dat we het wel een beetje gehad hebben. Maar pas op, hè. Geen tomaten buiten zetten, geen courgettes buiten zetten, geen paprika's nog buiten zetten. Daar is het echt nog veel te vroeg voor. Je moet echt wachten tot de ijsheiligen voorbij zijn. En dat is 30 mei. Maar goed, het is nu pas 30 april. En het is een heerlijk paasweekend. Een extra dag om te genieten van het mooie weer. En misschien van je moestuin. Ik zou zeggen jongens, tot volgende week. Met nieuwe tips en tricks van Imi. Dag!